Hoi allemaal, superleuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Welkom bij een nieuwe Minecraft Survival. Ik ben vandaag samen met een vriendin. En we gaan dadelijk gezellig minen. En daarbij gaan we de Best Friend Stack doen. Dat leek me wel een leuk idee. We waren al een beetje voorbereidend. Ik wilde nog een paar toortjes gaan maken en dan willen we gaan. Dus laten we dat gewoon doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar, welke vragen er in de tag voorkomen. Want ik heb dus de tag nog niet bekeken. Ja, ik had de eerste vraag zag ik al gelijk. Dus ja. Meteen met de vragen beginnen. Oké, de eerste vraag. Wat is jullie eerste herinnering aan elkaar? Oh, dat was nog in de klas. Ik weet nog dat ik, ik kom eigenlijk van een andere school af. Dus ik was zeg maar niet meteen kind van het jaar, was ik zeg maar nog niet bij hun, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus ik ging zeg maar van school switchen, omdat het op mijn andere school zeg maar, ging het gewoon eventjes niet meer, qua problemen en zo. Dus toen wist ik nog, toen kwam ik in de klas. Het eerste wat iedereen zei was, ja, wat was er nou met die meneer? Van, ja, deze meneer die is stom en... Oh ja, dat was Hubert! Oké, we staan ook midden in een bos in het donker. We moeten echt even snel naar beneden ergens. Ja, laten we maar snel iets zoeken. Hier. Maar ja, dus zij kwam zeg maar bij ons in de klas toen. Oh, het staat gelijk een skeleton. Ja, die maak ik wel van. Ja. Maar goed, zij kwam dus bij ons in de klas en toen moest iemand die moest haar begeleiden. En dat deed dus een andere klasgenoot. Maar ik weet nog, mijn eerste herinnering aan jou was dat ik eigenlijk in de eerste instantie dacht van, wat is dat voor een... stil meisje. Ja, want ik was heel stil. Ja, maar ik sowieso, ik praat heel veel en jij eigenlijk amper. Wow. Nee, maar ja, dus eigenlijk dachten we eerst van elkaar van, oh ja, dat wordt niks. Maar had jij ook, vond jij dat ook? Ik vond het meer zo van, wat was het nou? Ik vond het meer van, hoe zeg je dat, meer van, een beetje raar meisje, omdat je zo heel enthousiast bent. Maar nou, ja. Nou is dat juist leuk. Oké, okay, we gaan eerst strip minen. Ja. Let's do this. Nou ja, dat was dus mijn eerste herinnering. Dan doe even achter je dicht of zo. Ja. Maar jouw eerste herinnering was dus zeg maar hetzelfde als van mij. Dus we vonden elkaar in het begin helemaal niet leuk eigenlijk. Of ja, we dachten van, oh, dat wordt waarschijnlijk niks. Niks, ja, nee. In ieder geval van, oh, daar zou ik geen vriendinnen mee willen zijn. En toch waren we best snel vriendinnen. We waren echt met, volgens mij, 2 weken. Nou, dat was meer omdat jij kwam gewoon, zeg maar, in ons groepje. Want ik wist ook dat we groepjes moesten maken. Toen kwam jij standaard erbij. Bij? Dat was nog bij zorg en welzijn. Als het oh ja, is. Toen moesten we groepjes maken en toen kwam ik bij hun zitten. Omdat ik, ja... En toen, eigenlijk sindsdien, ja. Ja, sindsdien... Ja, ik weet niet of... Ik denk dat het gewoon normaal is gelopen, want wij zijn gewoon meer gaan praten en meer gaan te weten gekomen over elkaar, zeg maar. Bij een gasten? Ja, je gaat dan naar beneden. Ja, je moet toch naar 12? Oh ja. Als jullie samen ergens naartoe konden gaan, waar zouden jullie dan naartoe willen gaan? Resto. Restoriekes! Nee, op Walibi. Walibi vond ik ook heel leuk, nee, ja. Ik denk dat ze... Oké. Voor te eten in een restaurantjes. We hebben dan onze specialiteit, dat is de kipburger. Ja. Oh, goddelijk. Ja, ja. Maar we zijn dus samen al een keertje naar Walibi geweest. Dat vond ik wel echt super leuk. Dat vond ik echt heel leuk. Gewoon zonder ouders, gewoon rondbanjeren in het park, gewoon niet weten waar je loopt. Ja, totaal op een hele andere plek. Yep. Ja, ik weet niet. Dat vond ik heel leuk. Ja. Is dat ook jouw antwoord, Walibi? Ja, Walibi, ja? Sowieso. Wat is jullie favoriete herinnering aan elkaar? Favoriete herinnering? Nou, wat mijn favoriete herinnering is, we hebben zeg maar ooit een video opgenomen. Oh ja, ik weet al wel. En die is niet meer online te zien trouwens. Die is gewoon voor onszelf, gewoon voor privé zeg maar. Maar daarin hadden wij ook een tag gedaan en toen vroeg ze dus van wat is mijn favoriete kleur? Volgens mij was dat dan favoriete kleur blauw of groen? Groen was het. Ja, en toen zei ik blauw en toen zei ze nee, het is groen. En toen zei ze kijk maar naar mijn kleren. En toen zei ze ja, nu is het rood. Weet je wel. Rode kleren aan. Toen had ze een rood blouseje aan. Dat was zo mooi. Ja, ik denk dat oh my god. Kijk. Mineshaft! Oh yes!
Ja, wat pickaxe. Ja, maar dat was dus mijn leukste herinnering aan, aan jou. Gewoon omdat je zei heel droog, zei zo, kijk maar naar mijn kleren. Maar toen had jij iets roods aan in plaats van iets groens. Dus ik had echt zoiets van, hoezo je kleren? Wat zeg jij? Dan heb ik al bij mijn mindset even Maar wat is jouw herinnering aan mij? Ja, eigenlijk daar ook. Maar ik weet niet, we hebben zoveel herinneringen. We hebben zoveel grappige en leuke dingen meegemaakt. Ik heb ook niet meer echt kunnen kiezen. Dus dat vind ik dan. Ik kan moeilijk kiezen tussen herinneringen. Hey, ik heb nu gisteren. Heb ik gisteren? Oké, we gaan door naar vraag 4. Er zit een gouden appel in, wat kool en ja, best wel grills en zo. Oh. Wat is. Even kijken, noem een paar momenten waarop jullie heel hard moesten lachen. Nou, met die video toen dus. Ja, daar moet ik echt aan lachen. Nog steeds. Ja. Wat nog meer? Wij zijn toen naar Walibi geweest. En toen zaten wij in de, hoe heette die ook alweer? Express. En jij was zo bang voor de wachtrij, hè. Dat was niet normaal. Dus had jij weken van tevoren al om te zeuren van, ik wil er niet in. En ik durf niet. Dat is eng. Ik kom trouwens even naar jou toe. Ja. Dat wil ik niet. En wat ben dan? En toen waren we toen, zeg maar, toen in die wachtrij. Toen, ze is er uiteindelijk wel gewoon in geweest. Ja. Voor mij. Ja. En toen, ja, dat was een geweldige afgang. Kwam door jou. Dat was echt. En toen we erin zaten, toen ik had expres niks gezegd nee! Over hoe hard die ging. Jij zei, je had niks gezegd over hoe hard die ging. En ik had ook, maar die schoot af. Dus ja. Ik zei van, dat is gewoon een normale achtbaan, dat is niet iets bijzonders. En toen zei ze zo van, wat gaat er gebeuren? Want ik hoor alarm en alles. Ja, ja. Ik kwam erin en zei helemaal van, wat gebeurt er? En toen zei ik zo van, we worden afgeschoten. En zei zo, wat? En toen schoot die af. Ik weet nog een herinnering, en dat is van een andere achtbaan. Nou weet ik even niet meer hoe die heet. Dus die hele hoge. Goliath. Toen zaten wij in de achtbaan en toen zei, toen hadden wij dus, we reden naar boven. Toen zeiden we tegen elkaar, we gaan proberen om niet te gillen. Oh ja. En ik was toen, we waren nog niet eens boven of we begonnen al. Zij zo, ja af, gewonnen. Ja, en toen reden we naar beneden, toen schreeuwde hij heel hard zo, ja je bent af, weet je wel zo. Vond ik wel heel leuk. Ik vond dat ook echt geweldige tijd. Ik moet echt nog een keer doen. Ja, sowieso. Volgende vraag. Wat is de beste eigenschap van een ander? Marjolein is best wel vaak onzeker en dan, ik denk er weer positief over. En dan gaat zij ook weer positief denken. Ja, dat is wel, ik vind dat wel een goede eigenschap van jou. Jij bent heel vaak best positief. Dus ik heb best veel momenten dat ik niet positief ben. Ik ben gewoon zo'n persoon die eigenlijk eigenlijk bijna nooit echt positief nadenkt. Terwijl, als ik het dan even niet zie zitten, zeg maar, dan zeg jij iets heel positiefs. Waarvan ik dan in één keer denk, dat kan ook. Ja, ik zie positief in het leven. Ja, ik niet. Nee, maar daardoor word ik ook meer positiever. En heb jij ook een beetje zo'n gevoel van, ik kan iets goed doen, weet je wel. En niet dat je niks goed doet of zo, maar Nee, maar ik bedoel zo van op een gegeven moment, kijk, bijvoorbeeld net zoals met die video wat je toen had gemaakt, toen zei je ook van, dat is een probleem. En toen de volgende dag zei je van, dat is keigoed gelukt. Wat is jullie favoriete inside joke? Ik heb er zoveel, maar ik boom altijd. Dus ik heb, ik heb niet echt een inside joke. Ik heb eten. Maar ik denk niet dat wij echt een inside joke hebben, inderdaad. Ja, we lachen veel. Ja, we lachen heel veel. Vraag 7. Waar kunnen jullie uren over praten? Eten. Ik dan in ieder geval. Eten. Ja, ik denk het ook. Eten. En over samenwonen. We praten echt heel graak over op onszelf wonen. Wat we later willen gaan doen. Ja, gewoon als we dadelijk studeren en als we dadelijk richting. Ik weet trouwens wat deze bel doet, dat had ik gezien. Als je erop luidt, gaan de villetjes naar binnen. Echt? Ja. Wat raar. Maar ja. Even naar het huisje toe. Maar ik denk dat we ook heel veel. We praten heel veel over Sims ook. Sims, ja. Sorry, ja.
Ik heb niet zo heel veel pakketten gekocht. Nee. Maar ik wilde wel heel veel. Ik wilde eigenlijk allemaal. Ja, zij heeft eigenlijk heel weinig pakketten gekocht en ik heel veel. Eigenlijk was dat niet de bedoeling, want nu ben ik dus wel al mijn geld kwijt. Maar ja. Nee. Wat vinden jullie het leukste om te doen samen? Minecraften. Minecraften, ja. Oh. Altijd als we wel bij elkaar zijn, je zit ook de laptop meenemen en dan ja, dan gaan we Minecraften. Of Sims. Of Sims, vaak, ja. Minecraft. Vaak Minecraft, ja, inderdaad. Terwijl dat helemaal, eigenlijk helemaal uit is, zeg maar. En iedereen zegt ook van Minecraft jij nog? En dat is toch niet leuk? Niet meer in, dat is niet meer van deze tijd. En nee. Dan denk ik van ja, maakt mij niet uit. Maakt mij niet uit. Meer voor om iets te doen, zeg maar. Nee, maar daarom ben ik dus ook op het idee gekomen om Minecraft video's te maken. Omdat we het zo vaak deden en ik wilde graag onze herinneringen delen, zeg maar. En daarom ook dat ik besloot om Minecraft te gaan filmen. Wat is jullie eerste foto samen? Welke was dat? Volgens mij, foto's van mezelf. Daar was die foto, oh dat klinkt ook weer heel dom, want toen kennen we elkaar echt al een jaar of zo. Dat was die foto in de Robin Hood, volgens mij. Oh ja, en ik heb ook nog die foto van Lost Gravity. Ja, ja van de achtbaan in Walibi. Dat was onze eerste foto samen. Ja, ik ben nooit op foto's. Dat nee, ik ook niet. We zijn nooit samen op de foto geweest. Nee, verder. Echt alleen van die dat. Achtbaan. Ja. Ja, inderdaad. En dan de laatste vraag. Als je een uiterlijk kenmerk en een innerlijk kenmerk van elkaar mocht overnemen, wat zou dat dan zijn? Dus wat vind je mooi aan mijn uiterlijk, wat jij graag zou willen hebben? Ja. Hoezo? Nou, ik ben echt zo stom geweest eigenlijk om het helemaal af te knippen. Ja, niet dat ik het erg vind eigenlijk. Maar dan zou ik wel gewoon echt een haar willen hebben. Oh. Wat is nog meer mooi? Ja. Jij hebt ook mooie brede schouders. Ik denk dat ik bij jou je... Ja, dat wordt lastig, hè? Ik wil graag jouw borsten hebben. Oh. Nee, ik vind jouw borsten mooi. Mooi groot. Dat wil ik ook. Nou, dankjewel. Ja, verder. Oké, en dan innerlijk? Dus een eigenschap van jezelf? Ik denk van jou het positieve. Ik van jou... Ja, jij bent vrolijk. Jij ook. Echt altijd heel enthousiast. Dat lijkt me wel leuk. Ja, dat was de tag. De volgende keer gaan we wel iets anders doen. Anders dan is het een beetje te... Ik denk dat we de volgende aflevering denk ik wat meer aan het landschap gaan doen. Zeg maar wat uitgebreider, wat mooier maken. Farmen met dieren. Ja. Dat we de... En het huis denk ik. Ja, het huis. Gewoon echt een verdieping opmaken. Abonneer op mijn kanaal. En mis niks. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!